Hoi, leuk dat je kijkt en in deze video laat ik je zien hoe je het PILTS PNOS X7 veiligheidsrelais aansluit. Dit veiligheidsrelais is van het type single channel en is onder andere geschikt voor het gebruik bij noodstopschakelaars. Dit veiligheidsrelais is redundant omdat het hoofdstroomcircuit in- en afgeschakeld wordt door middel van de twee ingebouwde relais K1 en K2. De noodstopschakelaar sluit je aan in serie met de voedingsspanning op A1. Op A2 wordt de 0 aangesloten en aansluiting I1 en I2 zijn voor de start-reset schakelaar. Het hoofdstroomcircuit wordt geschakeld door middel van de contacten 13, 14, 23 en 24. En die zullen bij het opkomen van het relais ook alle twee gelijktijdig geschakeld worden. De werking van het relais is overigens als volgt. Als de voedingsspanning aangesloten wordt op het relais en de noodstop is niet ingedrukt, dan zal de powerled gaan branden. Wordt vervolgens de start-reset schakelaar ingedrukt, dan zal de led channel 1 en channel 2 gaan branden. Op dat moment weet je dat het relais in bedrijf is. In het resterende deel van de video doe ik voor hoe je dit relais aansluit. MUZIEK.